Flevoland gesproken met Jeroen van der Laan. Goedendag. Het sociale leven ligt grotendeels stil door de coronacrisis. De druk op de hulpverleners is groot en de onrust in de samenleving is voelbaar. Een cruciale rol is er voor de veiligheidsregio Flevoland. Die bestaat speciaal voor rampen en crisissituaties. Die veiligheidsregio is een samenwerking van gemeente, politie, brandweer, van de medische hulpverlening. En voorzitter is de burgemeester van Almere, Frank Weerwind. Hij is op dit moment in het stadhuis van Almere. Meneer Weerwind, we praten op vrijdag dat we dit gesprek opnemen. Kunt u de situatie op dit moment goed onder controle houden? Ja, door een fantastische samenwerking tussen de partijen die u net noemde. Ook politie, ook openbaar ministerie speelt een rol in, niet te vergeten het waterschap. De 6 gemeenten en natuurlijk ook de GGD en de geneeskundige hulp bij ongeval en rampbestrijding. We werken intensief samen. We beseffen donders goed dat deze crisis, dat we die alleen het hoofd kunnen bieden door samen te werken. En dat gebeurt volop. Waar ligt eigenlijk het zwaartepunt van uw werkzaamheden op dit moment? De zorg. We praten over een infectieziekte. En die infectieziekte die slaat flink om zich heen. Die kent geen grenzen. Dat blijkt wel. De hele wereld staat als zodanig in brand. En daarin wil je gewoon die patiënten instroom om die zo goed mogelijk te reguleren. Werken we nauw samen. Dat doet mijn directeur publieke gezondheid, de heer Verdam, die ook directeur GGD is. En Gor. Nauw samen ook met huisartsenposten, met ziekenhuizen, om goed te beseffen wat er gebeurt en hoe we die instroom van patiënten, hoe we daar goed mee om kunnen gaan. En de mensen die heel erg ziek worden, dat je daar de juiste capaciteit voor hebt op de intensive care bedden, om ze goed op te kunnen vangen. En met wat voor soort vragen wordt u op dit moment in de veiligheidsregio geconfronteerd? Waar moet u beslissingen over nemen? We worden geconfronteerd met heel veel vragen. Zoals met hoeveel mensen mag je buiten komen? Mogen mijn kinderen buiten spelen? Al dat soort vragen over gezondheid komen allemaal aan de orde. Soms komen ze binnen bij de GGD, dan moeten ze ook binnenkomen. En de RIVM-website geeft ook uitstekende informatie. Maar het kan ook voorkomen dat de vragen binnenkomen bij de verschillende gemeentehuizen. Ja, er zijn inderdaad veel vragen over hoe moet ik me gedragen? Mag ik mijn huis uit? U hebt verregaande bevoegdheden op dit moment. U werkt met noodverordeningen. Hebt u eigenlijk voldoende ruimte op dit moment om de noodzakelijke maatregelen te nemen die u nodig vindt? Jazeker, jazeker. U moet zich voorstellen, er zijn in dit land 25 veiligheidsregio's. Dus 25 voorzitters van de veiligheidsregio die nauw samenwerken met de bewindspersonen, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in dit geval, heel intensief. En daarin wordt er naar ons geluisterd. Wij pakken de signalen op uit de samenleving en die geven die ook door en daar wordt ook wat mee gedaan. En ik merk dat het samenspel fantastisch op dit moment is, ook collegiaal, waarin je van elkaar leert en waarin je ook uitwisselt ervaringen of vraagstukken die op je af kunnen komen. En dan, hoe wordt dat nageleefd in de bevolking? Want we hebben bijvoorbeeld een verbod op evenementen, op samenkomsten. Je moet 1,5 meter afstand onderling in acht nemen. Wordt dat voldoende nageleefd in uw ogen hier in Flevoland? Ik kan alleen maar mijn complimenten maken voor het gros van de samenleving, van het gros van de Flevolanders. Het is fantastisch hoe zij dat naleven en hoe ze ook beseffen dat het ook niet alleen om hun eigen gezondheid gaat, maar ook dat zij, als ze dit virus dragen, anderen kunnen infecteren, waardoor die ernstig ziek kunnen worden. Dus dit begint eigenlijk bij jezelf en dat besef en dat bewustzijn. Maar daarna complimenten ook voor de ondernemers. Ik moet ook mijn boodschappen doen. Ik was gisteren in de supermarkt en als ik dan zie hoe zorgvuldig procedures in acht worden genomen, daar ben ik groots mee en trots op. Of ik kijk naar mijn markt. In sommige gemeenten worden de markten in zijn totaliteit verboden. Wij willen niet zo ver gaan in Almere. We weten dat sommige mensen hun noodzakelijke boodschappen juist op de markt doen. En dan bieden we ook de kansen. Maar dan moet je wel die RIVM-richtlijnen als die 1,5 meter en afstand van elkaar houden. Ook tot de mensen die de waren verkopen. En dat wordt zo goed in acht genomen. De spreiding van de marktkramen. En ik kan daar alleen maar mijn complimenten over maken. Want de klap voor het bedrijfsleven, voor allerlei stichtingen, de culturele sector niet te vergeten, is enorm. Natuurlijk zijn er mensen die de regels aan hun laars lappen. Mijn collega Hoek heeft u geïnterviewd. Die gaf aan hoeveel illegaal afval er gedumpt wordt in Almere. Nou, dat zijn nou echt voorbeelden waarvan ik zeg, dat moet je niet willen. Daar moet je elkaar op aanspreken.
Dat betekent ongelooflijk veel werk voor mijn mensen van de reiniging, waar ik heel veel respect voor heb. Want die gaan de straat op en die doen hun werk. Maar samen moeten we Flevoland schoonhouden. Samen moeten we Flevoland ook gezond en veilig houden. Tegelijkertijd, een gezamenlijke opgave. Ja, tegelijkertijd is het ook nog wel zo dat op sommige plekken vooral groepen jongeren samenkomen op pleintjes, in parken. Gaat u daar tegen optreden? Wij gaan daar zeker tegen optreden. Laat ik daar helder over zijn. Maar tegelijkertijd open ik ook de dialoog. Het is ook niet iets kleins voor een jongere om opgesloten te zitten tussen vier muren. Om thuis te zijn. Op een gegeven moment ben je wel klaar met gamen en wil je je vrienden persoonlijk in leven, gewoon in lijf ontmoeten. Ik begrijp dat. En ik ben ook het gesprek aangegaan met de jongvolwassenen in mijn stad in dit geval. Om gewoon eens te horen van hoe ga je ermee om en wat zouden we eigenlijk kunnen doen. Tegelijkertijd zie ik ook dat er allerlei initiatieven worden genomen voor de jonge kinderen, maar ook voor de jongvolwassenen. Om juist ze erop te wijzen, blijf thuis, ga de straat niet op. Je kan virusdrager zijn en mogelijk kan je het virus doorgeven aan je ouders of aan je opa of je oma als je die ontmoet. We zeggen, ga daar nou alsjeblieft niet naartoe, want die zijn kwetsbaar, ander immuunsysteem. En daarom eerst het goede gesprek en een beroep doen op het gezond verstand. Werkt dat niet, dan zijn mij die verregaande bevoegdheden gegeven en mijn collega-burgemeesters om door te pakken. Ja, en wanneer komt het moment dat u dat gaat doen, dat u boetes gaat uitdelen, dat u misschien wel pleinen en parken gaat afzetten? Ja, als mijn hart leers is. En we staan ook nauw contact met Staatsbosbeheer. Ik heb met de directeur van Staatsbosbeheer onlangs deze week nog uitputtend gesproken. En als wij gewoon merken dat mensen de regels aan hun laars slappen, dan zullen wij gaan afsluiten. Dan zal ik ook duidelijk maken van dit gaat over de grens. Als je zelf niet je eigen verantwoordelijkheid kan nemen over je gezondheid, dan doe ik het als overheid. Juist omdat je anderen kan infecteren en daardoor een gevaar bent voor anderen. Welke groepen in de samenleving hebben nou de meeste aandacht op dit moment van u? De kwetsbaren. Ik denk, laat ik bijvoorbeeld noemen de senioren die niets van mij horen, maar in gedachten ben ik continu bij hen. Die zitten in de verzorgingshuizen, ze zien hun familieleden niet of hun kennissenkring afgesloten van de werkelijkheid. Het klinkt zwart-wit, maar juist beroep doe ik aan alle Flevolanders. Stuur ze een kaartje, doe aan FaceTime. Laat ze weten dat ook al bezoek je ze niet, dat ze nog steeds een belangrijke rol spelen. Maar ook de dak- en thuislozen. En mijn wethouder sociaal domein hier in Almere werken er hard aan. En we hebben het zelf op Flevolandse schaal nu opgepakt. Om na te denken hoe we die dak- en thuislozen kunnen opvangen in deze moeilijke tijd. En hoe gaat u dat doen? Nou, extra containers, plekken geven waar we deze mensen een dak kunnen bieden. Een warm dak. En dan ook de RIVM-richtlijnen, voorschriften in acht nemen daarbij. Het is duidelijk, meneer Weerwind, dat we hier nog lang niet mee klaar zijn. Zelfs als het virus zich straks niet meer verspreidt, zullen de gevolgen economisch, sociaal toch nog lang merkbaar zijn. Bent u daar eigenlijk al mee bezig? Want mensen vragen zich bijvoorbeeld af, kan zo'n Floriade straks wel doorgaan in de stad? Daar hebt u ook overleg over gehad deze week. Dat klopt. Ik heb daar gisteravond over gesproken met enkele fractievoorzitters en woordvoerders. Er is een mooi spreekwoord, regeren is vooruitzien. En dat impliceert ook dat wij goed aan het nadenken zijn, wat betekent dat en hoe ga je om met de gevolgen? Te vroeg om daar ferme uitspraken over te doen. Eerste instantie, eerst goed nadenken, in gesprek met elkaar gaan en trachten in scenario's te denken. Wat komt op ons af? Hoe gaan we ermee om? En welke antwoorden willen we bestuurlijk geven? Een vorm van krachtig leiderschap, mijns inziens. Maar ook zo'n Floriade blijft waarschijnlijk niet onberoerd in deze omstandigheden. Kan ook niet. Allerlei voorbereidende activiteiten zijn flink onder druk. Ik merk dat er wel degelijk allerlei grondwerkzaamheden nog allemaal plaatsvinden op het Floriade terrein. Dat is goed, dat is fantastisch. Maar je moet ook denken dat wij ook sponsorgelden binnen willen halen. En in deze tijd waarin het bedrijfsleven zo'n enorme optater krijgt, is dat natuurlijk een flinke opgave en extra moeilijk. Meneer Weerwind, ik dank u wel. U bent zelf nog goed gezond. Dank voor die vraag. Ik doe er alles aan, op tijd naar bed, mijn slaapuren pakken, gezond eten, om juist mijn weerstand sterk te houden en ook in staat te zijn om mijn werk te doen zoals de Almeres en de Flevolanders van mij verwachten. We houden zo, zou ik zeggen. Dank u wel voor dit gesprek, Frank Weerwind, burgemeester van Almere en voorzitter van de Veiligheidsregio. Morgen in Over Flevoland gesproken, een interview met de commissaris van de Koning, Leen Verbeek. Graag tot dan.